Het is vandaag zondag, het is prachtig weer. Ik zie in de verte de schapen in de wei lopen. Het is niet te warm, niet te koud, precies goed. En vandaag ga ik twee belangrijke dingen doen. Op de eerste plaats ga ik kijken naar het anglersklokje. En dat komt er ongeveer zo uit te zien als mijn huisje klaar is. En dat wordt zo'n soort torentje. En op de tweede plaats ga ik naar Yvonne Heemskerk. Zij heeft een schilderij van Milou gemaakt. En dat schilderij dat komt in het poezenboekje te staan. Hè? Dus dit formaatje. En om daar wat extra aandacht aan te geven, ga ik proberen vandaag ook een klein stukje film te maken over dat schilderij, over het leven van Yvonne en zo meer. Milou heeft menigeen tot inspiratie gediend, niet alleen mij, maar ook anderen. En in het boekje komt daar een speciaal hoofdstuk in te staan over wat mijn collega's over Milou geschilderd hebben. Nou, Yvonne heeft een prachtig schilderij gemaakt. Ik vond het echt al een van de mooiste dingen die ik gezien heb. En dat komt in het boekje te staan. Het is ook lekker weer als het in Zeeland was. Zo druilerig is het hier in de Randstad. Nou, en weer waar van zoeken heb ik de bestemming bereikt. En ik ben heel benieuwd. Dit is hem dus. Een anglersbelletje met een prachtig geluid. Nou, dit is echt het hoofddoel van mijn reis vandaag. Miloetje bij de Reebeur. Ja, het is exact, hè? Ongelooflijk. Ik vind het alsof je bij mij in de keuken gezeten hebt. Echt. Ja, wat leuk dat je dat ook zegt, want dat is misschien wel het grootste compliment wat ik kan krijgen. Ja, het is exact. Gewoon exact maar wat het is. Maar weet je wat ik zo bijzonder vind toen ik het aan het schilderen was? Dat je ook echt gewoon zo ziet met hoeveel liefde jij in dat keukentje bezig bent. Ja. Dat voelde ik echt ook met schilderen. Ja, dat ik dacht van alles gewoon de spulletjes die er allemaal staan en de dingetjes allemaal. Dat vond ik zo. Ja, ik was heel erg gegrepen door het verhaal van Milou. En het is in ieder geval, ik vond het heel erg leuk om je verhaal ook te volgen. Dus het beeld, ik heb jou toen inderdaad een keer benaderd van, goh, wat een fantastische mooie foto's heb je van er. Toen zei jij tegen mij van, ga je dat, wil je het schilderen? En dat vond ik zo ontzettend leuk om dat te doen. Omdat ik eigenlijk, ja, normaal gesproken ben ik niet iemand die regelmatig ook interieurtjes schildert. Maar ik vond sowieso ook alles wat ik kon meevolgen met Milou, vond ik zo ontzettend leuk om ook te bekijken. Dus ik was ook heel erg gegrepen door, vooral ook toen Milou in één keer er niet meer was. Maar toen had ik al heel erg zoiets van, ik ga haar in ieder geval zelf ook nog een keertje schilderen in dat keukentje. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal erachter. En zo kom ik aan bij mijn geboortedorp. 12 oktober 1960, toen werd ik hier geboren in een donker Kurtjesstraat in Wassenaar. Nou, machtig mooi geluid. Ik ben weer thuis. Nou, dit is wel een hele mooie. Met dat geluid alleen al, die komt straks hierboven te zitten. En ik heb hier meerdere redenen voor om deze klok op te gaan hangen in een torentje. Ten eerste, ik vind het een heel mooi gezicht, zo'n torentje op het huis. Ten tweede, als hier iemand aankomt bellen en ik zit in het atelier, dan hoor ik de bel niet. Als ze nu gaan bellen, hoor ik ze wel. En ze moeten een liedje zingen. Al met al was het vandaag echt een fantastische dag. Ik heb echt genoten. Met name van het bezoek aan Yvonne Heemskerk. Ik vond het schilderij wat zij gemaakt had echt subliem. Ongelooflijk. Zo precies zoals zij die hele keuken voor mij geschilderd heeft. Maar ook dat veertje met Milou als middelpunt. En ja, dat komt straks in het boekje te staan. Bij het boekje komt ook een dvd. Dus ook het stukje film met Yvonne komt daarin te staan. Op die dvd ook en in het boekje. Milou die heeft mensen niet alleen geïnspireerd, maar ook verenigd. En in het korte leven wat zij had, heeft ze heel veel mensen geboeid. En vandaar dat ze ook een klein beetje beroemd geworden is. Maar het is inmiddels al rond 7 uur. Ik ga afsluiten en voor het avondeten zorgen.